Er vond een demonstratie plaats op het Erasmusplein op de universiteitscampus in Nijmegen. Aanwezige studenten en docenten lieten zich horen tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs en de ongezonde werkdruk die heerst op de universiteiten. Een van die aanwezigen was Marijtje Jongsma van de Vakbond voor de Wetenschap. En onze speerpunten zijn met name de wildgroei aan tijdelijke aanstellingen. Daar moet echt paal en perk aan komen. Dat zorgt ook voor een enorm competitief systeem. En het tweede is gewoon een torenhoge werkdruk. Wat echt een symptoom is, wat voortvloeit uit die onderfinanciering waar iedereen hier vandaag voor staat. De organisatoren actiegroep Changing Perspective en de studentenvakbond Accu eisen terugdraaiing van de bezuinigingsplannen en willen dat de regering juist gaat investeren in het hoger onderwijs. Ook moet het huidige leenstelsel voor de studiefinanciering op de schop, volgens Olaf Kemerink. Nou, ons voornaamste standpunt is dat die bezuinigingen van tafel moeten. In een tijd dat het nu al crisis is in het hoger onderwijs, gaat alleen nog maar meer geld weg. Ja, de werkdruk ligt gigantisch hoog en ja, de rek is eruit, dus dat kan niet meer. Verder willen we ook een einde aan het sociale leenstelsel. Wij noemen het liever het schuldenstelsel, want het enige wat je ermee doet is eindeloze schulden opbouwen. En daardoor maak je het hoger onderwijs alleen maar voor rijke mensen en niet meer voor mensen met een minder groot portemonnee. De werkgever van de aanwezige docenten herkent de problematiek in het hoger en wetenschappelijk onderwijs en wilt hier ook mee aan de slag. In een zogeheten knelpuntenanalyse worden de problemen aangekaart waar de universiteit mee aan de slag wil. Zo laat woordvoerder van de universiteit Martijn Gerritsen weten. Goed onderwijs en goed onderzoek is in het belang van iedereen. En de universiteit herkent zich in de problematiek die wordt aangekaart. En heeft waardering voor de inzet van alle medewerkers en alle studenten die zich hiervoor willen inzetten voor goed onderwijs en goed onderzoek. Er volgen nog meer protesten de komende dagen. Studenten zullen onder andere buiten college krijgen en er zullen verschillende lezingen worden gehouden.